Met een spiegelreflexcamera kun je een hele mooie kleine scherpte diepte maken. Dat betekent dat er erg weinig scherp is in de foto, zoals dit. Eigenlijk is alleen het nummer op de motorkap scherp en de rest van de auto niet. Dat is in dit geval niet echt een voordeel, want je wil natuurlijk het hele autootje scherp hebben. Dit is maar een modelautootje, maar omdat je een lang brandpunt gebruikt, een macro lens, en vrij dichtbij scherp stelt, krijg je dus een hele kleine scherptediepte. Deze foto is gemaakt met de diafragma 4. Zou ik hoger zijn gegaan qua diafragma, naar nou bijvoorbeeld 11 of 16, dan zou er meer scherp zijn geweest. Maar eigenlijk het hele autootje scherp. Dat had ik nooit gered. En daar is een andere oplossing voor in Photoshop. En die heet focus stacking. En dat betekent dat je een hele serie foto's moet maken. Ik sluit deze foto even en ik ga terug naar Bridge. En hier zie je mijn hele serie foto's. Ik heb een serie foto's gemaakt en iedere keer heb ik de scherpte een klein beetje verlegd. Ik ben vooraan begonnen bij de koplamp. En als je dan langzaamaan. Naar beneden scrollt en alle foto's doorgaat, zie je dat de focus eigenlijk net een klein beetje verder weg ligt. En dat heb ik gewoon gedaan door handmatig te focussen, door de zoeker te kijken en steeds de focus iets te verdraaien. Je ziet hier bijvoorbeeld dat het nummer op de deur en bovenaan de reclame op de vooruit scherp is. En als je nog verder naar achteren gaat, dan zie je op een gegeven moment een foto waarvan de spoiler scherp is en de voorkant totaal onscherp. Nou, en die foto's kunnen we in Photoshop gaan combineren. En dat doe je heel simpel. Je selecteert ze gewoon allemaal. Je kunt ook op Ctrl A drukken. En je gaat naar Photoshop bij Extra. En dan Bestanden laden in Photoshop Lagen. En wat er dan gaat gebeuren: Photoshop gaat alle foto's openen. En openen in één document. Anders, als je normaal gesproken de foto's opent, dan krijg je gewoon in dit geval elf verschillende documenten. En dat wil je niet. Je wil één document met daarin elf lagen. Ik heb in raw gefotografeerd en het nadeel van deze functie is dat de stap van de raw converter wordt overgeslagen. Die zul je dus eerst los moeten doen en vervolgens kun je je foto's daarna wel gewoon openen in Photoshop. En je ziet, Photoshop is gewoon aan het rekenen en rechtsonder zie je dat iedere keer de nieuwe foto er als een nieuwe laag bij komt. Dit kan eventjes duren, dus dit proces wordt een klein beetje versneld. En uiteindelijk zal er een punt zijn waarop Photoshop klaar is. En dan zie je rechts mijn lagen. Ik zal het lagenpaneel er gewoon even los bij slepen. Dan wordt dat iets duidelijker. En ik zal er wat grotere miniaturen van maken. Je ziet hier mijn 11 lagen staan. En deze 11 lagen die staan gewoon keurig gegroepeerd. De eerste foto staat bovenaan, en de laatste foto staat onderaan. Hou ik de Alt ingedrukt en klik ik op het oogje, dan maak ik alleen die laag zichtbaar. En dit is dus mijn laatste foto. En je ziet, dit is de foto waarop de spoiler scherp is. Hou ik de Alt weer ingedrukt en klik ik weer op het oogje, is alles weer zichtbaar. Nou, en omdat de eerste laag bovenop ligt, heb je dus gewoon de foto met de voorkant scherp in dit geval. En alle lagen die ertussen zitten, dat zijn natuurlijk de foto's waarop de auto op andere plekken scherp is. Het is de bedoeling om deze lagen dus gewoon netjes in elkaar over te laten lopen qua scherpte. Dat kan met de hand en dat is heel veel werk. Nu ben ik op zich vrij lui en gelukkig gebruik ik Photoshop en kan het automatisch. Ga ik je zo vertellen. Wat ik je eerst ga vertellen is dat we de lagen eigenlijk gewoon netjes boven elkaar moeten hebben. Want als je bijvoorbeeld ziet, ik klik er gewoon even deze aan en ik klik deze aan. En als ik nou de bovenste uitzet. Dan zie je dat die andere daarbij komt. En je ziet dat de auto eigenlijk een klein beetje verschuift. Nou, ik heb op statief gewerkt, maar toch heb je daar last van. Um, om dat een beetje te corrigeren, kan Photoshop de lagen automatisch uitlijnen. En dat doe je heel simpel. Je hebt de eerste laag geselecteerd. En je houdt de shift ingedrukt en klikt op de onderste. Vervolgens worden al je lagen geselecteerd. En nu ga je boven naar Bewerken. En klik je op Lagen Automatisch uitlijnen. Je krijgt dan dit minuutje voor je neus en je hoeft hier eigenlijk helemaal niks te kiezen. De functie automatisch is goed genoeg. En je klikt op OK. Photoshop gaat vervolgens weer aan het rekenen en gaat al die lijnen op basis van de inhoud een klein beetje verschuiven. En je ziet dan dit als resultaat. Aan de rand zie je dat er inderdaad dingen veranderd zijn. En verder valt dat wel mee. Je ziet bijvoorbeeld hier linksboven dat de foto's net niet meer lekker in het kader passen. Nou, dat maakt op zich nog even helemaal niks uit. Wat we nu gaan doen is eigenlijk tegen Photoshop zeggen van. hé, hey, ga al deze foto's eens bekijken en bekijk eens waar het scherp is. En ga dat nou eens gewoon gebruiken. Nog steeds heb ik al mijn lagen geselecteerd. Is dat niet het geval? Eh, klik gewoon de bovenste of de onderste aan. Hou de Shift ingedrukt en klik aan het andere uiterste en al je lagen zijn geselecteerd. Om ook dit te automatiseren, we gaan weer terug naar bewerken. En bij lager automatisch uitlijnen, daar heb je een functie onder zitten: lager automatisch overvloeien. En dan krijg je dit: je kunt hierbij panorama's eh, samenstellen, maar je kunt hierbij ook afbeeldingen stapelen. En dat is waar deze film om draait: het stapelen van afbeeldingen en dat op basis van de scherpte. Photoshop is slim genoeg en we klikken op OK. Photoshop gaat weer gezellig aan het rekenen. En aan het einde krijg ik dit resultaat. Je ziet, mijn hele auto is eigenlijk gewoon scherp van voor. Tot achter. Dit is een autootje, wat echt gewoon maar een centimeter of 8 is, en met een 100 mm brandpunt. Dit fotograferen van voor tot achter zo scherp is eigenlijk uh, praktisch onmogelijk, op welk diafragma je ook gaat zitten. Want het nadeel is van de hele hoge diafragma's, zoals uh, ik noem even wat getallen, 22 of, of, of 32. Je krijgt dan ook weer onscherpte erbij. En dat komt omdat je diafragmalamellen eigenlijk gewoon veel te dicht op elkaar zitten. Dat probleem dat heet diffractie. Je ziet dat ik er ook een laag bij heb gekregen. Ik heb een nieuwe laag met dit resultaat. Dat is de laag samengevoegd. Zet ik hem uit, dan verandert er eigenlijk vrij weinig. Maar je ziet in al mijn andere lagen daaronder dat ik een laagmasker heb gekregen en dat er in dat laagmasker selecties zijn gemaakt. Ik klik bijvoorbeeld met alt gewoon op een willekeurige laag. En je ziet, dit is alles wat er in mijn nieuwe foto gebruikt wordt van deze oorspronkelijke laag. Er zit namelijk een masker achter. Hou ik de Alt ingedrukt en klik ik op het masker, dan zie je dat dit gebruikt is van de foto. Het witte is gebruikt van de foto en het zwarte staat op niet actief. En dat is ook zo bij de andere lagen. Klik ik bijvoorbeeld deze aan, dan zijn er weer andere stukken gebruikt. Maar klik je ze allebei aan, dan ga je het langzaamaan combineren. En dat is juist de kracht van het stapelen van foto's. Want op die manier krijg je dus een foto waarvan de auto helemaal scherp is. Zijn er nou dingen die niet kloppen? Ik zal even in de gauwigheid hier doorheen kijken. Volgens mij klopt het allemaal wel vrij aardig. Maar zou je bijvoorbeeld een, een koplamp hebben die niet, uh, niet goed scherp is. Photoshop is ook maar gewoon een programma en kan wel eens de mist ingaan. Dan zou je dat nog met de laagmaskers handmatig kunnen corrigeren. Op zich is dit wel goed. Het nadeel van hele kleine modelautootjes is, je ziet natuurlijk heel veel stofdeeltjes. Dat zou je nou nog allemaal handmatig moeten gaan wegpoetsen. En dat zou je dan kunnen doen in de samengevoegde laag. Dat is weer een heel ander uh, gebied. Maar in ieder geval, dit is een techniek om hele kleine objecten gewoon van voor tot achter scherp te maken met relatief open diafragma's. Het is een peulenschil in Photoshop. Het kan eigenlijk gewoon allemaal grotendeels volledig automatisch. Dank voor het kijken en tot de volgende keer.